De tweede zondag van januari. Gods reset voor 2022 is de titel en de reeks doorheen heel januari. En de bedoeling daarvan is onze kerk, die op wonderlijke wijze genoeg nog altijd bestaat en terug leven in komt, alive and kicking, nieuwe mensen erbij. En er is iets nieuws aan het gebeuren. En daar gaan we voluit voor. Het is zo, het getuigenis van elke deze morgen was heel pakkend. En dat ze zei, ik heb het heel moeilijk gehad met mijn gezondheid en zo, maar hier zijn we terug. Beste vrienden, het is pas in moeilijkheden hoe blijkt wie sterk is en zwak. En het is niet erg om zwak te zijn, zolang dat je het maar beseft. Want God is er voor de zwakken. En het is een prestatie wat wij hier doen met onze kerk, met de leiding, met jullie, die komen, die blijven komen. Het is formidabel dat in dit duistere land, het land van België, en ik blijf daarbij, België, dat wij vol energie, vol visie zitten. En ik wil u bemoedigen, want wij gaan naar een nieuwe tijd, een nieuwe heerlijkheid, nieuwe mensen. Is dat omdat ik dat zeg? Nee, daar gaat het vandaag ook over. Oké, maar we moeten daar geraken. En we komen uit een rampscenario. Maar wij niet alleen. Oké, ik ga u een bemoedigende tekst voorlezen die jullie allemaal kennen en die dus echt als een cliché is. Maar u gaat al heel vlug merken dat dat geen cliché is. Openbaring 3, vers 20. Wie weet wat daar staat? Wie weet dat? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand, twee dingen, naar mijn stem hoort, dat is één. En de deur opent van zijn hart. Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en met mij. Je gaat niet samen eten met mensen die je niet leuk vindt. En die je botten uithangen. Dat doe je niet. Je eet, en vroeger in de tijd van Jezus was dat nog meer de gewoonte, van apart te gaan eten met mensen waar je wilt mee verbonden zijn. En dat is God zijn bedoeling. God zijn bedoeling. Ik vind de lofprijs en aanbidding fantastisch, maar dat wordt in gelogen tegen 100 per uur. Het liedje, I see een, zingen die hardop. I see a new revival, ja, rising up to take. I see a generation. Stop. I see a generation rising up to take their place. Ah, wel, dan moet jij mij eens wijzen waar die generation is in België. Ah ja, natuurlijk. Maar het is dat wat ik bedoel. Maar dit is dus toch dikke zever. En dan, hoe gaat het verder? I see a new revival. I see a new revival. Ja. Staring as we pray and seek. As we pray and seek. En ik wil bij het laatste woord stoppen. And seek. Want herleving, dat komt niet zomaar omdat je het wilt. Alle christenen willen herleving. En bidden en loven en prijzen. Maar weet u, daar is meer voor nodig. En daarover gaat het vandaag. Want wij willen herstel en een perspectief. En dat is er ook. En daar gaat het over. Maar Jezus spreekt hier in Openbaringen. Zie, ik sta aan de deur. En dat geldt voor u. Maar ik ga u bewijzen hoe bedriegelijk onze christelijke leiders zijn. Ja? Hij is weer bezig over een ander, Jezus ook. Hij sprak ze met naam aan, de kerk van Laodicea.
Ja? Pas op, zei Paulus, voor Alexander de Koperslager. Mijt die gast, want die heeft ons veel kwaad bezorgd. Oké? Gods reset voor 2022, daar gaan we voluit voor. En hier kan niemand omheen, is de titel vandaag. Wie u ook bent, gelovig of niet, waar u ook staat, de dingen die ik vandaag vertel, zelfs hetgeen dat ik nu al verteld heb, daar kan niemand rond. Verleden zondag was de intro oorlog om en bij velen ook in je hart. Waarom heb ik dat gedaan? Wel, dat wordt vandaag helemaal duidelijk. Want wie je hart heeft, heeft macht over u. Wie uw hart, uw binnenste, mee heeft, die kan met u doen wat hem wilt. Dat is ook in relaties zo. Je verliefd, verliefd, die doen met u wat ze willen. Iemand die u in zijn macht heeft. Ja. Wij leven, dus de inleiding, hè. We leven in een existentiële shock al 2 jaar. En daarom de titel, hier kan niemand omheen. Degene die zegt, die 2 jaar waar we nu in zijn, dat heeft mij niks gedaan. Dan nodig ik u uit van volgende week een preek te komen geven, hoe dat je dat gedaan hebt. Niemand ontkomt ook niet meer aan geloven of niet geloven. In corona, in de ernst, in de maatregelen, in de vaccins, in de controle, in de complottheorieën, in de toekomst. Niemand ontsnapt. En niemand, en dat is waarom verleden week over het hart gesproken werd, niemand is onberoerd in zijn hart. En daarom, nogmaals, Spreuken 4:23, bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. En ik moet denken aan alle zotte christenen. Ik heb te veel vrienden uit Nederland op mijn Facebook, een 700-tal, omdat mijn artikels... Weet je wat het probleem is? Mijn artikels in Charisma die zijn heel populair in Nederland, bij een zeker publiek. En dan krijg je een vriendschapsverzoek van zo'n Hollandse christen. En dan zie je wat dat die geloven. En dan zeg je, het is niet waar. En in Holland zijn heel veel christenen en die munten uit door hun zottigheid. Over corona, over COVID. Ja? Het is precies of dat het christelijk geloof in een opstand is tegen de overheid. Maar dat is de bedoeling niet. Beste vrienden, dit even terzijde, om te zeggen dat niemand van ons geen mini of maxi trauma heeft opgelopen in de afgelopen 2 jaar. Wat betekent het woord trauma? Wie weet dat? Slimme mensen of gewoon googelen. Trauma betekent kwetsuur. Iedereen. En als u zegt, ik niet. Misschien moet je dan eens even tijd nemen om erover na te denken. Iedereen heeft kwetsuren. Kleine, grote, of noem het anders. Dingen die u gechoqueerd hebben, die u geraakt hebben, die u van koers hebben doen veranderen. Maar weet dat uw hart bepaalt welke richting jij gaat uitgaan. En dat geloven voor heel het leven is. Oké? U kan zeggen, ik kom naar de kerk, maar binnen een jaar, dat weet ik niet. Wel, je moet nog ver gaan, de meeste toch. Je kunt morgen dood zijn of ze biedt. Maar normaal gezien heb je leven voor u. En vandaag, en daarom dat ik hier blijf bij staan, want hier kan niemand omheen. Dan zitten wij allemaal in een hart en een bestaan dat gechoqueerd is. En sommigen zeggen, Eddie, je moet daar niet over praten, want je moet het evangelie prediken. En daarom ga ik naar Nederland en ga ik naar een kerk waar dat ze niks over de actualiteit zeggen. Nou wel, doe dat maar, hè. Verspeel uw zondag maar.
en mist God. Want weet je wat het is, hè? Wat de mensen niet zien is, dat is dat God controle heeft boven al die ellende. En hier kan niemand omheen dat corona niet van God komt, maar dat er wel iets moet zijn dat hoger is en slecht. En daarom krijgen wij zoveel opmerkingen, de laatste jaar of twee, over de onzichtbare wereld. En daarom gaan we daarover ook lering geven. Omdat, wie je ook zijt, je daar niet meer omheen kunt. Want, of is God misschien degene die ons met corona opzadelt? Nee, maar God gebruikt dat wel. God is machtig. God is rechtvaardig en hij laat dat toe. Maar goed, dat is wat anders. Maar nu, wat is nu ons punt vandaag? Ons punt is, wat ligt er voor ons? Wat ligt er voor ons? Heeft iemand een idee of een voorstel? We hebben, hou vast, richtingpunten en hoop nodig. Om een zekerheid te hebben, om niet op en neer te gaan in ons leven. En God is God, hè? En vele mensen vragen zich af, where is God during these trying things? Times. Wel, eerlijk gezegd, iedereen heeft er twee moeilijke jaren op zitten. Ik ook. En toch heb ik nooit afgevraagd, waar is God? Weet u waarom? Ik ga het u bij de volgende slide laten zien. Wacht. Het is belangrijk van niet naar een waarzegger te gaan. Niet te vertrouwen op eigen inzicht, maar God is daar. En daar kun je niet omheen. Tenzij je zegt, ik geloof niet in God. Ja, oké. Maar goed, we gaan eventjes kijken hoe God dat geregeld heeft in de mensengeschiedenis, in de heilsgeschiedenis. We beginnen met Israël. Bij Israël waren 12 stammen en een van die 12 stammen die had van God de bovennatuurlijke aanleg gekregen om te kunnen zien wat er aan de hand was. En, heel belangrijk, wat het volk moest doen. En iets wat in die 2 jaar die afgelopen is, God aan mij, ik kom daar zelf even op terug, liet zien en voelen is, tracht rustig te blijven, vrees niet. Wel, als je in alle staten bent en God zegt u dat op een of andere manier, dan kalmeert u dat. Oké? Hij die gelooft, haast niet. Dus het is wat ik van God doorkreeg. Oké. Maar God laat zijn kinderen de wereld wel, hè? Mensen die niet geloven en die zeggen, die Nazareth, dat is een zot. Je hebt gelijk, maar een zot voor God. En we gaan later afrekenen samen. Jij met God, ik met God. Maar weet je wat het is? God laat zijn volk niet alleen en onwetend. En in het Oude Testament was daar bij Israël een van die 12 stammen die de gave had om te zeggen, mannen, kijk, dit is hier aan het gebeuren. Laat ons dus, en dat is belangrijk voor u en mij vandaag, dat we dat ook vinden. Laat ons dus niet panikeren of wel panikeren. Wel panikeren, want de tekst die ik genoemd heb bij het begin, zie ik staan aan de deur. Daarmee heb ik u in een valstrik gelokt. Want dat is een tekst die heel positief is. Maar dat is een tekst, amai, als je ziet wat daarachter staat en hoe kwaad Jezus is op zijn volk. Maar goed, belangrijk is dat wij weten waar we staan.
en wat we niet moeten doen en wat we wel moeten doen. En in de tijd van Israël was de stam van Issachar daar. En was er ook het Urim en het Tumim. Wie kent dat? Dat was bijna waarzeggerij. De priester, de hoge priester, die had een kleed. En dat was een speciale bekleding op met allemaal stenen. En aan de hand daarvan sprak God over de toekomst. Ik moet dat niet voortzeggen, hè? Want de mensen gaan zeggen, amai, God is een occulte. Dat is waarzeggerij. God weet wat in het verborgen is. Maar goed, en hoe zat dat dan bij Jezus? En wel, Jezus, die brave Jezus, my foot, die zegt in Matthäus 16, vers 1, en de fariseer en sadduceer kwamen tot hem, dat waren de theologen, ja, de mannen van de Bijbelschool. Ja? De fariseer en sadduceer kwamen tot hem en vroegen om hem op de proef te stellen, dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Ja? Want ook bij hen was er een overgangstijd en chaos. En ze wisten niet meer van welke kant pijlen maken. Ja? En dan, hij antwoordde hen en zei, bij het vallen van de avond zegt jij, goed weer vandaag. Ah nee, dat is Bart Kajen. Goed weer, want de lucht ziet rood. En 's morgens zegt jij, vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. En dan zegt Jezus, het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar gij kunt de tekenen van de tijd niet zien. En hij verliet hen en ging heen. Jezus was niet pleased. Israël, de tijd van Jezus, en wij. Hoe weten wij wat er voor ons ligt? En nu moet je goed opletten. Maar nu ga ik iets doen waar de sleutel van mijn betoog ligt. Dit heb ik opgepikt van Facebook. We gaan het eens samen lezen. Wij weten niet wat de toekomst brengt. Dat is christelijk, hè? Wij weten niet wat de toekomst brengt. Maar gelukkig kennen wij hem die de toekomst in zijn hand heeft. Wat is uw reactie daarop? Gewoon even open en vrij. Want dit is de kern van mijn betoog. En dan gaan we het hier afronden. En dan volgende week. Wie heeft daar een opmerking op? Dit is standaard, gemiddeld, christelijke talk. Ja? Allee, vermis dat je allemaal zo enthousiast bent, Marie. Ik zie je ogen blinken. Ja, dat we... Luid genoeg. Dat we wel toch weten, iets weten van de toekomst. Nee, dat staat er niet. Je leest niet wat er staat, hè, Marie. Daar staat, wij weten niet wat de toekomst brengt. En jij zegt, ik vraag wat denk over die tekst. Ja, daarop is van, ja, we weten wel wat... Oké, dus dit is een leugen. En ook dit is een leugen. Want, maar gelukkig kennen wij hem die de toekomst in zijn hand heeft. Voor mij zijn dat twee leugens die hier staan. En ik zal u uitleggen waarom. Het is met de haren getrokken. Want wij weten wel, zoals Marie zegt, wat de toekomst brengt. God laat ons niet in het ongewisse. Via de Bijbel kun je heel wat in context zetten, maar ook via de vervanger van Jezus, de Heilige Geest. He, voor de ene overdreven, voor de andere ondergewaardeerd. Maar Jezus heeft ons wel gezegd, je moet niet panikeren, ik ga u niet alleen achterlaten, maar ik zal u de Heilige Geest sturen. En die zal u leiden naar de volle waarheid. Veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal u de weg wijzen. Dat staat niet, je gaat het allemaal weten. Weet je waarom dat goed is? Dat we dat niet allemaal weten? Anders hebben we God niet meer nodig. Oké? Okay? Maar wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u wijzen
de weg wijst tot de volle waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken. Maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Dus toch naar waar zeggen. Nu, dit is een van de gevaarlijkste passages voor vele christenen. Ah, God zegt mij. Oké, dan gaan we dat eens checken, hè, of dat klopt met de Bijbel. En dat verder onderzoeken. Maar ik hou mijn hart vast. Als iemand zegt, God zegt mij. Oh man. Dat moeten mij wel kunnen uitleggen. Enfin, jij moet niks. Maar als je wilt hiermee functioneren en mijn kameraad zijn, dan moet je niet met fabeltjes afkomen en met waarzeggerij. Of met dingen die zo in je hoofd komen en geen enkele checkpoint hebben. Let op. God geeft ons niet alles, maar gelukkig dat we hem kennen die de toekomst in zijn hand heeft. Ik kom direct terug op het eerste punt. Wij weten niet wat de toekomst brengt. Wij wel. Ik ga u dat bewijzen, subiet, maar ik wil eerst hier. Maar gelukkig kennen wij hem die de toekomst in zijn hand heeft. Ik heb het zo moeilijk en ik vind het sectarisch. Zelfs al is het juist dat christenen zeggen, kent u de Heer? Precies of gij kent hem. Ja, kennen en kennen is twee, hè. Ik ken u, maar als ik morgen een detectief achter u zet, dan ga ik dingen te weten komen van u waarvan dat ik zo'n ogen trek. In positieve en negatieve zin. Wanneer kent je iemand? Ja, dat duurt soms vele jaren voordat je iemand leert kennen. Hetzelfde met God. En weet je nu, en let goed op, het evangelie heeft ons een vloek gebracht. Ik ga hem direct uitleggen. Johannes 3:16, de tekst van het evangelie. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar te behouden. En daar stoppen wij als kerken heel vaak. Je moet iedereen accepteren. Iedereen is gelijk. Je moet vergeven. Niet kritiseren. Zeker geen namen noemen. En Jezus wordt voorgesteld op een manier die niet klopt met zijn werkelijke persoonlijkheid. Je hebt namelijk twee Jezussen. De Jezus van de evangelie die niet kwam om te oordelen. En vandaar dat je altijd op je boterham, enfin jij niet misschien, maar ik op mijn boterham krijg, je moet een ander niet oordelen. Ik oordeel een ander niet. Ik geef een evaluatie. Ik ben kritisch voor mezelf en voor anderen. Dat is een levensprincipe. En dat doet Jezus, de echte Jezus, ook. En waar vind je die echte Jezus, Marie? In Openbaring. Daar vind je de Jezus die ik al geciteerd heb bij het begin. Die zegt, kom tot mij, maar die in de zeven brieven aan de verschillende kerken tekeer gaat op een manier die de meeste christenen, en dat is de gemakkelijkste weg, niet in beschouwing nemen. Waarom? Omdat ze liever de Jezus van de evangeliën hebt, die maar liet gebeuren, hè? Omdat het zijn taak niet was om te komen oordelen. En omdat er niemand de Heilige Geest had en dus niet, zoals ieder van jullie, een koninklijk priesterschap zijt, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom om de grote daden van hem te verkondigen. En dat zijn wij via de kruisdood en de inwoning van de Heilige Geest nu wel. En daarom dat je vanaf Pinksteren in de kerk terechtwijzing, wederlegging en bemoediging vindt. En dat God via de Heilige Geest, als je tijd genoeg hebt en durft kritisch te zijn, de stem van God gaat horen
via verschillende mensen en een richting gaat krijgen en beloftes gaat krijgen van wat er voor u ligt. En daarom is dit bullshit. Want hier staat, wij weten niet wat de toekomst brengt. Ik kan het u direct zeggen, dat wij dat wel weten. Maar gelukkig kennen wij hem die de toekomst in zijn hand heeft. En dat geloof ik niet. Wij kennen Jezus als degene die we aangenomen hebben, die God is, die ons verkwikt, die ons soms een slecht gevoel geeft. Maar dan moeten we al oppassen, hè, want dat is een duivel. Nee. Bedroef de Heilige Geest niet. Ja? Vele mensen zijn niet meer blij en dat heeft niet te maken dat de Heilige Geest er niet meer is, maar dat de duisternis overpakt. Maar andere christenen zijn donker, zoals Kain. Dat was geen christen, maar ik neem Kain omdat hij boos van binnen was. Bewaart uw hart bovenal wat te bewaren is. En als gij, zoals Jacobus zegt, weet je wat, hè? Het is veel te moeilijk. Ik ga meer de wereld in. Wat staat er dan bij Jacobus? Dan zegt Jacobus, pas op, want God is jaloers, hè? God is een vrouw. De Heilige Geest heeft vrouwelijke trekken, hè? En daar staat letterlijk, indien gij met de wereld wil meedoen, dan word jij, hallo, Jacobus 4, metterdaad, een vijand van God. Of denkt jij dat hij zomaar de Heilige Geest in u gegeven heeft? Hij begeert de geest met jaloersheid, omdat jij de partner van Jezus en van God zijt en je gaat hoereren met de kinderen van de duisternis. 2 Korintiërs 6, daar gaan we het later over hebben. Maar goed, even terug de bocht nemen naar de conclusie. Wij zijn God zijn woonplaats op aarde. U bent dat. Misschien voelt u dat niet, maar daarom dat het zo belangrijk is om uw hart te bewaren en om niet op uw gevoelens af te gaan, maar op wat dat God zegt. En wat dat God openbaart. En daarom dat ik zeg, proficiat dat u hier nog bent. Maar aan de andere kant is er enorm veel werk om de heerlijkheid van God hier te herstellen.